Laurens Frits is een 30-jarige militair die onder andere in Afghanistan heeft gediend. Op vrijdag 9 september 2001 parkeert hij zijn auto bij het bezoekerscentrum van de Mienweg en Staboot. Wat er dan nou gebeurd is niet bekend, maar Frits is spoorloos verdwenen. Zaterdag slijt de familie van Frits alarm. Hij is niet meer gesignaleerd en zijn familie maakt zich ernstig zorgen. Op zondag gaan tientallen mensen op zoek naar de vermiste man. Ook de politie is inmiddels met veel mensen op zoek naar de vermiste Laurens Frits. Speurhun, helikopters, mobiele eenheid en zelfs met een boot wordt op het water gezocht. Tijdens de zoektocht naar Frits een bivangst. De politie vindt een grote hennenplantage in een aaiwaterput. Maar liefst 6000 hennenplanten komen aan het leeg. Maar nog steeds geen spoor van de vermiste militair. De politie maakt bekend dat er niet langer gezocht werd. De hele Mienweg is uitgekeimd, maar Laurens Frits wordt niet gevonden. Op zaterdag, een week nadat de familie alarm sloeg, wordt er opnieuw gezocht. Vrienden van Laurens Frits organiseren zelf de zoektocht. Op zondag start de politie opnieuw in onderzoek. De woning van de vermiste Frits in het bungalowpark wordt onderzocht. De politie geeft aan geen enkel detail te willen missen, maar duidt verder geen uitspraken. Op 27 september maakt de politie bekend dat het ernstig rekening hield met een misdrijf. 20 rechercheurs zijn op de zaak gezet. 9 oktober. Inmiddels is Laurens Frits einde maand lang vermist. De politie verstuurt een sms-bom naar iedereen die tijdens de verdwijning van Laurens Frits in de buurt van de Mienweg was. Dat levert een aantal nieuwe tips op. Eind november 2011. De doorbraak. De politie maakt bekend dat een 47-jarige verdachte is aangehaaien. Hij wordt meteen in verband gebracht met de vermissing van Laurens Frits. De man werd opgepakt op bungalowpark Reewoude. Daar wordt een uitgebreid onderzoek opgestart. In het huis van Frits wordt opnieuw gezocht, net als in de woning van de verdachte. 4 november. De politie maakt bekend dat in de woning van de verdachte bloedsporen zijn gevonden van de vermiste Laurens Frits. Het voorarrest van de verdachte wordt verlengd. De politie gaat ervan uit dat Laurens Frits niet meer in leven is. 16 november. In de buurt van bungalowpark Reewoude werden stoffelijke resten gevonden. Het bleek het lichaam van Laurens Frits. De resten zijn aangetroffen in de nabijheid van de woning van de 47-jarige verdachte die enkele weken geleden is aangehouden. Hier naast mij op een soort maïsveld, daar zijn de resten, de menselijke resten aangetroffen. Ruim een jaar na de vondst van het lichaam van Laurens Frits start in Remuin het proces tegen verdachte FVD. De inmiddels 48-jarige mens wordt ervan verdacht dat hij Laurens Frits om het leven heeft gebracht.